Ik ben Reinoud. Ik ben net 3 jaar geleden bijgekomen op de platform. Ik vond het heerlijk. En ik om te schouwen. Wat vind je van dit plein? Veel beter, maar nog niet goed. Je kunt daar nauwelijks erin. En waar is daar? Op sommige café en restaurants, onder andere Lepkov. Oké. En Nuon kon Sadi niet in. En waarom kan je daar niet in? De draaideur is voor haar te nauw. De gewone deur zit een drempel. En waarom kon jij Lepkov niet in? Nauwelijks, niet in. Lepkov, hoewel zij zagen dat wij allemaal met de scootmobiel eraan kwamen, kwam niemand niemand met de personeel vragen. Wat vond je van het plein verder? Goed, heel erg goed. Beter, veel beter. Geen opmerkingen verder? Niet echt. Oké. Behalve dat geen enkele, dat nauwelijks bomen er zijn. Hi, ik ben Sally Elmond. Toen werd gevraagd om Hoekerode te schouwen, had ik sowieso wat is waar, dus waar staat Hoekerode, wat is Hoekerode, ja, ik heb er wel van gehoord. Maar het was me helemaal ontgaan dat het dit stukje was. Ik had een heel ander stukje voor me. Nou, het gebouw staat prachtig, vind ik. Het plein ziet er heel erg aantrekkelijk uit, dus de hele aankleding vind ik geweldig. Maar toen ik op een gegeven ogenblik over het Witte Pad ging rijden, toen kwam er een discussie op gang. Maar ja, dat is meer mijn unknown. Ik wist niet, want ik had dus niet begrepen, of dat wist ik niet, dat waar ik op reed, dat ik daar eigenlijk niet zou moeten rijden. Want het plein is groot genoeg. Logisch, hè? Dus dan vraag ik om problemen als je daar gaat rijden, want dan krijg je een versmalling. Ja, Sally, mond dicht, want je hebt gewoon plek genoeg om te rijden. Dus nu heb ik de boodschap begrepen. Daar gaat het niet om, maar als ik in zijn geheel de brasseries ga belichten, dan vind ik dat ik niet overal makkelijk binnen kan komen. En bijna alle brasseries heb ik met drempels te maken. Ik zit met mijn vouwwieltjes. Ik kom in geen enkele brasserie. Nou, dat vind ik een kwalijke zaak. Want ze kunnen wel alle deuren voor me openzetten, maar daar heb ik geen boodschap aan. Dus ja, dat is jammer, want ik zou ook een keer binnen willen zitten in de winter, maar dat gaat dus niet. Dus ik kom echt nergens binnen. Ook bij Nuon niet, want dan zit je met, overal heb je van die kleine draaideuren, heb ik al lang door. Dus, en die deur waar je als minder valide naar binnen kunt komen,
Nou, er zit ook nog een hoge drempel. Overal. Ik heb overal zo'n beetje goed gekeken. Dus zo toegankelijk? Nee, voor mij niet. Rorko en Roppenpoort, adviseur mobiliteit toegankelijkheid ook Vereniging Nederland, regio Amsterdam. Ik ben zelf visueel gehandicapt, slechtziend, hoewel volgens de World Health Organization ben ik blind, want iedereen die minder dan 5% ziet is blind. Ik heb 2%, dus ik voldoe ruimschoots aan de norm. Ik moet zeggen, het is wel een beetje veranderd hier. Ik kom hier sinds 1973 op deze plek en toen waren hier twee voetbalvelden. Dat is ook de origine van Kwaku. Dat is ooit hier begonnen, op twee voetbalvelden. In 88 heb je hier de poorten gekregen. En in een later periode de Arena Boulevard. En natuurlijk het nieuwe station Belmer. En het begint nu echt, optisch begint het er echt prachtig uit te zien. Hoor. Ik moet zeggen, voor zover ik het toch bekijken kan, ze hebben er wel bij nagedacht. Maar niet over of het functioneel is. Want ik kan je wel verzekeren dat iemand met een tasstok niet verder komt dan de schuifdeuren van het metro- en NS-station. Want dan kom je in een grote woestijn terecht, omdat er nergens. De enige gidslijn is, je kunt niet vanaf het station hier over de hoek, de Rode Plein, de poort in komen. Dat is een onmogelijkheid. Dus zelfstandig is dat niet mogelijk. Dan moet je altijd met iemand samen gaan. Het plein zelf, ja, is natuurlijk ook veranderd. Lekker ruim. Maar ik zeg, voor mensen met een visuele beperking is dat juist een probleem. Ik heb ook al gezien, en dat is natuurlijk iets wat het uit te roeien is, dat is het aantal fietsers. Ik heb ook al een paar keer een brommer gezien en een scooter. En dan voel je erg onzeker als je gemotoriseerd verkeer om je heen hoort. De plinten van de gebouwen, dat vind ik een probleem. Daar zijn overal niveauverschillen. Dat had ik in eerste instantie niet in de gaten. Maar overal trapjes van 3-4 treden. Vooral als je daar op een van die boudessen loopt en je wilt richting het plein. Vooral met die witte steden, dan heb je niet in de gaten dat dat een trap is. Dus dan kun je echt goed plat komen. Wat zou eraan moeten gebeuren? Nou, die grijze trappen bij die boudessen van de Nieuwland van Marmaris, dat sowieso aan de bovenste treden dat die gemarkeerd worden. Dat vind ik logisch. En bij de Nieuwen bijvoorbeeld vind ik het ook. Nieuwen krijgt natuurlijk bezoekers van mensen uit heel Amsterdam. Die komen aan met het openbaar vervoer, met de metro of met de trein of met de bus. Die komen vanuit het station en die willen natuurlijk in één rechte lijn naar de Nieuwen lopen. En die worden dan geconfronteerd met een trap. Nou, iemand die goed ter benen is, heeft daar geen probleem mee. Maar iemand die slechter benen is, die wil toch wel graag een leuning hebben om ze gaan vast te houden als je 3-4 treden omhoog moet. Dat mis ik ook. En dat mis ik ook bij de andere gebouwen, geloof ik. Hoor. Ook bij het hotel en ook bij het gebouw achter mij. Ik zie nergens leuningen. Dat doen we hier niet aan in Zuidoost, denk ik. En voor de rest vind ik het platform Zuidoost heel erg toegankelijk. Dankjewel. Dus ik laat me graag uitnodigen de volgende keer. Oh, leuk om te horen, broer. Dankjewel. Oké, graag. Je staat maar ja, ik heb hier zelf 25 jaar gewoond. Dus je komt graag in Zuidoost. Ik ken, ja. Ja. Dankjewel. Ik ben Chuck Ebert, ik woon 25 jaar in Zuidoost. Ik heb 8 jaar hier eigenlijk net om de hoek gewoond. Dus ik heb het gebied hier zien veranderen. Ik vind het een mooi gebied. Voor mij is het redelijk toegankelijk. Maar wanneer je een grotere rolstoel hebt, dan wordt het een stukje moeilijk. Hè? Wat me ook opvalt is dat er eigenlijk nergens een aangepast toilet is. Dat valt me wel tegen. Dat natuurlijk allemaal gerenoveerd is, of dat nieuw is. En ik denk dat dat op zich nog wel te winnen valt. Dat is eigenlijk wel een beetje wat ik denk ik kwijt. Ik ben Sylvia. Hier heb ik een scootmobiel. Ik heb het inderdaad proberen met alles. Wat wij net hebben gedaan, de schouwing. Ik heb geen probleem mee, dus voor mij is het goed. Alleen
daar bij de Hampton nee, Hotel was er geen toilet voor ons. Of er was wel toilet, maar dan kan je niet met de scootmobiel naar binnen. En dat is alleen het probleem dat ik heb geconstateerd. Dus verder is alles goed. Vind ik het goed dan. Je bent ook in horeca naar binnen geweest? Ja. Dat ging goed? Ja, ging goed. Alleen is het iets hoger. Niet te, maar iets. Je komt er wel overheen, ja, maar het is niet comfortabel. Nee. Ja. Dan gaat die scooter op, dan hoor je dat. Ja. Okay. Maar het gaat goed. My name is Nitaki. I'm from Ghana. And I'm handicapped. As a result, I ride the scootmobile. And today, we came here to explore, to see what are the shops, the hotel, and other places here have made provisions for the handicapped and those who ride in scootmobile. In fact, my personal observations are that some are not handicap friendly because the thoroughfare where you can move in with your scootmobile has been occupied by tables and chairs for the able customers. It looks as if even access to the base is not all that good because of the way they've arranged the tables here. I want to ask whether it is obligatory on shop owners, hoteliers, and everybody here to make provisions for the handicap. Because without provisions made for them, and there are only stairs where the handicap with the scootmobile cannot use access the steps, it's a problem for us. And being part of the society, I think the government should impress upon everybody, especially shop owners, to make provisions such as good thoroughfare wide enough for the handicapped to access their shops and then to access their VC and to be able to enjoy facilities everybody is enjoying. This is my personal observation about our program today. The square is nice, it's been improved as it was before, it has been improved, but there are no signs to warn of where there are steps. You know, I would prefer that after the improvement, they should put signs, small signs on plates to warn those of us with scootmobile that, oh, there's a steps here, there's a slope there, but there's nothing like that. So if you are a visitor and you are handicapped, if you are not careful, you will ride into where there are steps and it will be injurious to your health. So I will advocate that as the improvement has been made, there should be little signs on tablets to warn the handicapped that, oh, there are steps here and the slopes, you can go through the slopes here so that it will be friendly to the handicapped. Mijn naam is Carol Sastro, ik ben voorzitter van het platform Gehandicapten hier in Zuidoost. Eerst even over het plein zelf. Wat ik onduidelijk vind, zijn die witte stroken waar je ook overheen kan, maar die overlopen in het lijken traptreden. En ik zie daar mensen ook op zitten. Dus, en ik vind het verwarrend, want de ene keer rijd je gewoon op die baksteen en dan kom je ineens op zo'n witte pad terecht, zeg maar. Maar het is gewoon niet duidelijk of je daar mag rijden of niet. En als het sowieso mag, moet dat, of als het niet mag, vind ik, moet het aangegeven worden. Want stel je voor, je hebt slecht zicht en je rijdt op een elektrische rolstoel of scootmobiel. Dan zie je dat niet goed. Dan lijkt de kans mij groot dat je eraf tuimelt, omdat je dat niet ziet. Dus die duidelijkheid moet er komen, vind ik. Desnoods met markeringen of van die lichtgevende lampjes. Dat vind ik het enige wat mij onduidelijk lijkt op het plein.
Het kan dus aflopen in een gevaarlijke toestand als iemand eraf kukelt. Voor de rest hebben wij geprobeerd om hier bij een aantal horeca binnen te komen. De ene gedroeg zich vriendelijker dan de andere keer. We zijn begonnen bij Lepkoff en daar reageerde echt helemaal niemand. Iedereen negeerde ons en op een bepaald moment is een van mijn collega's, Chuck, naar binnen gegaan om te vragen waarom zij helemaal niet naar ons komen om te vragen wat we willen of wat we willen drinken of zo. Dus ik vond dat een hele klantonvriendelijke houding, dus een onwelkome houding. We hebben ook geprobeerd om naar het toilet te gaan en het was niet duidelijk. We hebben het her en der gevraagd en bij de ene werd er gezegd dat het geen toilet is. Nou, toilet vind ik een basale voorziening, wat om de zoveel afstand gewoon beschikbaar moet zijn voor iedereen. Vooral op zo'n plein waar heel veel mensen gebruik van maken. Dus er moet gewoon een openbaar toilet zijn voor iedereen. Daarbij hebben wij ontdekt dat in het hotel wel een toilet is, maar daar gedragen ze zich ook heel onvriendelijk. Dus sowieso heb je het idee dat je als scootmobieler of iemand in een rolstoel, dat je daar niet naar binnen mag komen. Maar misschien hing het gewoon ervan af omdat wij daar met de groep waren, dat kan ook. Dus dat is onduidelijk waarom ze zich zo nors gedroegen. We hebben wel het toilet daar geprobeerd. Ik zelf kon het toilet niet inkomen. Dus dat vind ik ook een minpunt. En de manoeuvreerruimte daar is heel krap. En dat vind ik ook een fout uitgangspunt geweest bij het ontwerp. Sowieso als er een verkeersruimte is, dan moet er gewoon voldoende manoeuvreerruimte zijn. En niet alleen maar afgestemd op mensen die lopen. We hebben ook geprobeerd om hier bij Marmaris binnen te komen. Ik zelf heb daar al ervaring mee, dus dat hoef ik nu niet te vertellen. Maar ik heb gezien dat de anderen wel geprobeerd hebben om Marmaris in te komen. En het terras daar bovenop de trappen is volgesteld met stoelen. En ik was benieuwd hoe ze in de eerste instantie zouden reageren. En er werd eerst heel afhoudend gereageerd, maar gaandeweg werden ze steeds losser. En gingen ze zelfs proberen om de tafels en de stoelen opzij te schuiven. Dus de ene keer, ze beginnen allemaal nors. Tot op een bepaald moment er een kwartje valt of zo in. Van, oh, ik moet mijn klantvriendelijkheidsknopje indrukken. En dan zie je ze in hun gedrag veranderen. Maar het is gewoon zo fijn als mensen meteen heel vriendelijk zijn. En je een welkom gevoel geven. Dus druk dat knopje gewoon altijd in op het moment dat je de deur uitgaat, vind ik. Ik zag dat de scootmobiel Marmaris inging, dus dat vind ik een pluspunt. Toen probeerden wij hier op het terras bij Marmaris met de groep wat te drinken. Ja, is heel normaal, een groep mensen gaat wat drinken. Maar bij ons gaat dat wat moeilijker, omdat we allemaal veel meer ruimte innemen. Nou, daar moet je ook als ondernemer op berekend zijn, vind ik. Dus daar mogen ze ook wat meer rekening mee houden. En vanuit de klant zelf denken. Dus niet zeggen van jullie zitten beter daar. Maar aan de klant vragen waar zij het liefst zitten. Kenner integrale toegankelijkheidsrichtlijnen van het platform Gehandicapten Zuidoost. Ik vind het nog steeds heel jammer dat we niet eerder betrokken zijn bij de ontwerpen en het plan en de uitvoering. Op het moment dat we ingehaakt hebben, was er eigenlijk niks meer te doen. We zijn wel gevraagd om onze bevindingen aan te leveren voordat het wordt opgeleverd. Dus bij deze.